Hoi, leuk dat je weer kijkt. Hey, we gaan vandaag een werkvorm doen, dat heet Let Go. En Let Go gaat over hoe kun je zorgen dat je hoofd weer leeg wordt. Dus meestal naar een Zoom-meeting bijvoorbeeld, of naar een gesprek wat ik met iemand gewoon heb. Kan het wel zijn dat mijn hoofd gewoon vol zit. Dan heb ik soms aantekeningen nog gemaakt. En ik heb de neiging soms om, huppakee, door te gaan naar het volgende. Of bijvoorbeeld, wat ook een goeie is, dan ga ik op mijn telefoon kijken van of ik berichtjes heb gehad. Nou, dat werkt dus niet, want dan zit mijn hoofd nog meer vol. Om weer tot rust te komen heb ik een oefening. En wat je daarvoor nodig hebt is papier en een stift. Het liefst gewoon een zwarte, lekkere zwarte stift. En dan kun je gewoon mooie lijnen maken. Maar je kunt natuurlijk ook een pen gebruiken. En ik wil je vragen om die nu even te pakken. Dus zet je video even op pauze. En dan zijn we zo terug. Mooi. Je hebt je stift. Je hebt je papier. Nou, leg hem maar recht voor je neer. Ik laat zo een plaatje zien. Ga nou niet denken van, hé, de plaatje staat op de kop. Dat is juist de bedoeling. Want dan laat je het gewoon even los wat er precies op dat plaatje staat. Chacal heeft hele mooie plaatjes. Als je dit zelf nog eens een keer later wil doen, dan kun je op Google ook nog wel op zoek naar plaatje van Chacal. En het leuke ervan, die hebben soms ook nog hele mooie betekenissen. Maar dat zijn hele mooie plaatjes waarbij je lijnen kunt gaan volgen. Ik ga nu het volgende doen. Ik laat je nu het plaatje zien. En daar komt ie. Nou, je ziet nu het plaatje. Wat ik wil vragen, volg gewoon de lijnen. Het hoeft geen kunstwerk te worden. Het hoeft ook niet te kloppen. Ik zet een muziekje aan. Als het muziekje is afgelopen, dan is de oefening ook afgelopen. Het duurt ongeveer 10 minuten de tijd. Je kunt je telefoon nog even uitzetten. Zorg dat je geen afleiding hebt, zodat je even de focus hebt om dit te doen. Dit is gewoon tijd voor jezelf. En ik wil ook gewoon zeggen, geniet ervan om dit even te doen.
Dit was de werkvorm Let Go. Hey, ik ga nog even laten zien natuurlijk wat ik heb gemaakt. Dat is altijd leuk. Kijk. Weet je, tijdens deze werkvorm kom ik er dan ook gewoon weer achter hoe lastig is soms om het om los te laten. En dan wil ik het wel goed doen. En hoe komt het eruit te zien? Hey, dit is een vorm die ik ken. Die ga ik zelf maar afmaken in plaats van verder te kijken. Nou, het zijn allemaal dingen die ik tegenkom. Uiteindelijk vind ik het wel een oefening wat gewoon fijn en ontspannend is. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten. Je kunt het in de comments achterlaten. En ik wens je een hele fijne dag. En als je een beetje druk voelt in je hoofd, pak deze oefening erbij. Je kunt hem ook in 5 minuten doen. En een fijne dag.